10 dingen waar ik geen of weinig geld aan uitgeef. Want het doel van dit kanaal is om een vermogen op te bouwen. Nou, dat kun je aan de ene kant doen door meer te gaan verdienen. Maar het is vaak veel makkelijker om ervoor te zorgen dat het geld wat je uitgeeft, om dat juist te verminderen, om dus je uitgaven te verminderen. In deze video laat ik zien hoe ik minder uitgeef elke maand. Dus wat zijn nou 10 dingen waar ik geen of weinig geld aan uitgeef. En zo op die manier al snel een paar honderd euro in de maand overhoud om te gebruiken om te beleggen voor mijn toekomst. Nou, laten we niet langer wachten en snel beginnen met deze video. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van een passiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus zijn dat onderwerpen die je leuk vindt, waar je meer over wilt zien, klik dan hieronder op die grote abonneerknop. Dan mis je nooit meer een video. Maar in deze video gaan we dus kijken naar dingen waar ik op bespaar. 10 dingen waar ik weinig of geen geld aan uitgeef. Nou, geen geld is het wel duidelijk, daar geef ik niks aan uit. Weinig is relatief gezien van mijn inkomen, maar waarschijnlijk ook gewoon minder dan de gemiddelde Nederlander aan bepaalde onderwerpen. Dus dat versta ik onder weinig. En laten we dan eerst beginnen met de eerste categorie meteen. En dat is sigaretten en alcohol. Nou, ik rook niet, dus dat is al heel erg makkelijk. Ik vind het ten eerste niet lekker om te beginnen, want natuurlijk heb ik het wel ooit geprobeerd. Maar thuis werd ook wel gerookt, maar ik vond het juist altijd rotzooi geven. Vooral omdat ik vaak bijvoorbeeld het huis opruim en dat soort dingen. Dus het is ook helemaal niet. Vanuit mijn vriendengroep hebben wel een paar mensen gerookt, maar ik ben nooit echt eraan begonnen. Dus dat is al een heel groot voordeel, want dat scheelt tegenwoordig zeker wat een pakje sigaretten kost. Een euro of 7 misschien, of misschien wel meer. Ik weet niet hoe het tegenwoordig zit in ieder geval. Dus dat is al een grote besparing. En de tweede is dus alcohol. Nou is het niet zo dat ik geen alcohol drink. Ik drink wel af en toe. En zeker wanneer je met een vriendengroep bent. Dus een beetje sociaal drinkgedrag, zeg maar. Een beetje met mate, zoals we altijd zeggen bij alcohol. Dus het is eigenlijk niet zo dat ik elke dag iets wil drinken, maar meer af en toe bij gelegenheden. Wat ik dan wel drink is vaak gewoon frisdrank. En zelfs tegenwoordig probeer ik steeds meer over te stappen naar water. En dan niet water uit een fles, want we weten allemaal dat dat ook veel te duur is. Maar gewoon kraanwater, want in de meeste plekken van Nederland is kraanwater net zo goed of bijna net zo goed als water uit een fles, uit een bron. Dus zeker daarop kun je makkelijk besparen, zou ik zeggen. Dus alleen op sigaretten en alcohol denk ik al snel dat ik 25 tot 50 euro in de maand bespaar door het juist niet of weinig te doen. En het tweede onderwerp is kleding. Ik geef hier minder geld aan uit dan ik ooit heb gedaan. En waarschijnlijk ook minder dan de meeste Nederlanders. Natuurlijk koop ik wel kleding, maar tegenwoordig doe ik steeds vaker eigenlijk zonder grote merken te kopen. Ik ga steeds vaker bijvoorbeeld naar H&M. Is makkelijk winkelen. En ik koop wel ooit merkkleding, maar dat is vaak in de aanbieding. Als de prijs gewoon relatief laag is. En dan koop ik nog wel eens ooit een t-shirt of dat soort dingen. Maar het meeste doe ik gewoon simpel bij de H&M bijvoorbeeld. En ook vaak veel van hetzelfde eigenlijk. Ten eerste scheelt dat gewoon al tijdens het winkelen, waar ik niet eens zo heel veel zin in heb om kleding te gaan kopen. Dat is denk ik voor de meeste mannen wel winkelen, een minpunt zeg maar. Dus het liefst besteed ik daar zoveel min mogelijk tijd aan, zo moet ik het zeggen. Maar ook als je het eenmaal thuis hebt liggen, dan heb je veel minder tijd nodig om keuzes te maken. Als je gewoon 3 dezelfde spijkerbroek hebt en 4 dezelfde t-shirts, misschien in dezelfde kleur of in ieder geval die op elkaar lijken, zijn je keuzes achteraf gezien ook veel makkelijker. En een beetje geïnspireerd geraakt door aan de ene kant Steve Jobs of Mark Zuckerberg, die het wel een beetje naar de heel extreme vorm kiezen door gewoon elke dag letterlijk hetzelfde te dragen. Nou, dat is bij mij nog niet het geval. Maar ik doe het juist wel dus steeds minimalistischer, zeg maar. Meer van hetzelfde. Het is gewoon makkelijk. Het is gewoon goed. En ik denk dat ik op deze manier ook hierbij al snel 25 tot 50 euro bespaar op de gemiddelde Nederlander. Het derde punt dan, en dat is de sportschool of dieet. Ik ga in ieder geval niet naar een sportschool, maar dat is denk ik wel te zien. En diëten doe ik eigenlijk ook niet, maar in ieder geval zeker een sportschool niet. Want dat vind ik letterlijk gewoon zonde van je geld. Als je kijkt naar een sportschool ben je vaak al minstens 20 euro kwijt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Basic Fit, nou, dan begin je heel gemotiveerd. Maar al vrij snel zul je zien dat je niet 2 keer in de week gaat, maar 1 keer. En dat wordt 1 keer in de 2 weken en steeds minder ga je. Dus hoe langer je ermee bezig bent, hoe minder vaak je gaat. Maar vaak blijf je wel in je abonnement hangen. Dus je betaalt daar wel elke maand gewoon 20 euro voor. Nou, en bij diëten, dat is vaak het andere punt. Je gaat aan de ene kant naar de sportschool voor je conditie, maar ook om gewicht te verliezen. En nou, als je gewicht wil verliezen, is diëten veel beter. En dan ga ik geen programma volgen of ergens aan meedoen wat ook weer geld kost. Meestal zoek ik of mijn informatie een beetje online als ik er al mee bezig ben. Maar wat je veel beter kunt doen, je weet vaak wel welke dingen je verkeerd mee bezig bent. Dus eet iets gezonder, eet iets regelmatiger, drink wat meer water. Dus vrij simpele dingen die je er eigenlijk voor kunt zorgen, samen met meer beweging, dat je toch in gewicht je af kunt vallen op die manier. En dan heb ik dus geen dieet nodig. Nou, die 2 dingen samen, sowieso 20 euro aan de sportschool en iets aan dieet waarschijnlijk.
bespaart toch al snel weer, denk ik, 25 euro in de maand. En daarmee komen we aan het volgende punt. En dat is juist uit eten, de kantine, thuisbezorgd of bijvoorbeeld afhalen. Dus het is juist het tegenovergestelde van dieet en sporten. Dit zijn vaak de makkelijke dingen, misschien wat vettere dingen zelfs. En toevallig heb ik het hier afgelopen weekend met Gijs over gehad. Dus iemand uit onze Discord-chat waar ik een keer mee heb afgesproken afgelopen week om wat ideeën en wat tips uit te wisselen met elkaar en gewoon wat praten over de onderwerpen die we op dit kanaal ook bespreken. Nou, een van die dingen was dus uit eten. Hij vroeg of ik dan überhaupt wel geld uitgaf. Nou, weinig denk ik. Het is meer een hobby om het zo min mogelijk uit te geven aan de ene kant. Maar het is ook zo met uit eten. Ik doe het wel, maar dan moet het echt wel nut hebben. Ik moet iets te vieren hebben. En niet bijvoorbeeld omdat ik aan het einde van de maand geld over heb, dat ik dan maar ga uit eten met mijn vriendin of met vrienden of dat soort dingen. Nee, ik ga iets uit eten als ik iets te vieren heb, zoals mijn verjaardag, een jubileum of dat soort dingen. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de kantine. Als je nou op je sportclub, op school of op je werk een kantine hebt, dat je regelmatig iets gaat kopen. Nou, dat zijn vaak kleine bedragen, maar aan het einde van de maand telt het wel op. Ik ga af en toe naar de kantine, wanneer ik een keer tussendoor trek heb of wanneer ik iets vergeten ben van eten. Dan is het natuurlijk wel zoiets makkelijk, maar ik probeer eigenlijk ook daar mijn uitgaven zo min mogelijk te houden. En dan blijft over het eten afhalen of het thuis laten bezorgen. Thuis laten bezorgen doe ik eigenlijk al nooit. Als ik het al ooit doe, is het af gaan halen, bijvoorbeeld een pizza. En dat is eigenlijk alleen wanneer het ongepland is, wanneer er iets in je planning verandert eigenlijk, waardoor we in één keer geen eten klaar uit de diepvries hadden klaargelegd of dat soort dingen. Of gewoon even geen tijd of zin meer hebben om te koken. Dat we dan eens een keer zeggen van, oh, laten we iets halen, bijvoorbeeld pizza. Maar het is dus meer incidenteel en zeker niet volgens de planning. Nou, dat komt natuurlijk door omdat we vaak onze hele week eigenlijk al een beetje plannen van wat gaan we eten. Dan weet je ten eerste wat je in moet kopen, wanneer je het eruit moet halen. En dat zorgt er vaak ook voor dat je het goedkoopste uit bent in de hele week. Want alles wat je zelf doet en zelf maakt is veel goedkoper dan wanneer je het afhaalt of laat bezorgen. En ik denk als je al deze dingen samenrekent dat je al vrij snel rond de 50 euro per maand kan besparen. In ieder geval, dat is mijn gevoel dat ik op deze manier bespaar. En dan gaan we eigenlijk meteen door naar het volgende punt wat er een beetje mee te maken heeft. En dat is boodschappen. En dan vooral ook de boodschappen van A-merken, want ik doe steeds meer aan huismerken en steeds minder aan A-merken. Natuurlijk zijn er bepaalde A-merken die je altijd per se wil houden. Ik heb ooit gezien in onze klas tijdens een opdracht dat we erachter kwamen dat eigenlijk iedereen Hela Curry had. Op één iemand na, maar laten we zeggen dat bijna iedereen Hela Curry heeft. Omdat het gewoon heel specifiek een product is wat niet na te maken is, of in ieder geval niet in de buurt komt. En hetzelfde geldt eigenlijk voor Coca-Cola. Meestal als ik zelf thuis ben en ik drink cola, dan pak ik wel een huismerk. Maar tijdens een verjaardag pak je dan vaak toch Coca-Cola, omdat je weet dat iedereen dat de lekkerste cola vindt. Maar over het algemeen probeer je dus steeds meer huismerken te pakken. Er zijn ook steeds meer huismerken waaruit je kunt kiezen. Je probeert het een keer en kijkt of het je bevalt. En dan vervolgens kun je het blijven houden of stap je over naar de ene kant terug naar een ander huismerk of terug naar het A-merk, zeg maar. Maar in ieder geval op deze manier denk ik ook alweer snel 25 tot 50 euro dat je makkelijk kunt besparen. En ook dit heeft weer verband met het volgende punt, want dat zijn namelijk de houdbare producten. En dan vooral ook houdbare producten kopen buiten de aanbieding om, want zoals de naam al zegt, het zijn houdbare producten, dus je kunt er een buffer van opbouwen. Dat doe ik hier thuis ook, van bepaalde producten weet ik gewoon dat ik een buffer op kan bouwen omdat we ze telkens gebruiken en ze ook regelmatig in de aanbieding zijn. En vooral dat laatste, dat is het belangrijk, dat ze één keer in de maand of misschien zelfs wel vaker in de aanbieding komen. Dus dan ben je eigenlijk dom om ze buiten de aanbieding te kopen. Dus je zorgt gewoon dat je een buffer hebt tot de volgende aanbieding en dan zorg je gewoon dat je weer genoeg koopt om weer een tijdje vooruit te kunnen. En op het moment dat het dan in de aanbieding is, dan koop je het vaak ook massaal in. En massaal is misschien niet per 2, maar wel eerder per 4 of misschien wel richting de 10. Nou, wat zijn van die producten die je dan makkelijk, in ieder geval ik, makkelijk inkoop omdat ze juist houdbaar zijn? Dat is aan de ene kant deodorant en tandpasta. Je zult vaak merken dat dat ook A-merken zijn trouwens. Je hebt weinig huismerken of je gaat in ieder geval eerder naar de A-merken. Dus zeker dat soort producten, daar kun je makkelijk op besparen, omdat het vaak 1 plus 1 of 2 plus 2 is. Dus je bespaart dan meteen de helft van dit soort producten. Maar denk bijvoorbeeld ook aan toiletpapier of wasmiddel. Dat zijn echt producten die je makkelijk vooruit kunt doen en je altijd toch nodig zult hebben. Dus wanneer er een aanbieding is, profiteer er dan van. En dan zijn het misschien wel niet de grootste bedragen die je hiermee bespaart. Maar mentaal gezien denk ik wel dat het voelt alsof je veel voordeel haalt. Achteraf gezien denk ik dat tandpasta doe je ook een tijdje mee. En als je dan 2 euro bespaart, misschien in de maand, aan tandpasta, dan kom je zeg maar op de hele groep misschien 10, 15 euro in de maand uit. Maar ja, het is toch weer een besparing die je voor andere dingen kunt gebruiken. Het 7e punt zijn eigenlijk een paar dingen samen die vooral voor in huis gericht zijn. Dit zijn bijvoorbeeld bloemen,
kleinigheidjes zoals versieringen of kaarsen en dat soort dingen zijn vaak dingen die je snel even koopt om het huis op te vullen. Maar wat je zult merken als je je huis moet poetsen, dan maakt het weer een stuk lastiger en ben je dus veel meer tijd hiermee kwijt. En het zijn vaak die kleinigheidjes die het wel iets leuker maken, maar moet je afvragen of je daar het geld aan wil besteden. Zeker van die producten van Rituals, ja, die maken alles heel erg leuk. Maar als je nou voor 25 euro van die wc-spray of geurkringen op je wc hebt staan, ja, ik krijg het ooit omdat ik bonnen heb. Maar anders zou ik nooit 25 euro daaraan uitgeven bijvoorbeeld. Dus het zijn ook vaak de dingen waar je makkelijk geld op kunt besparen of zeker niet koopt met je eigen geld. En iets anders hierin is bijvoorbeeld bloemen. Nou, vooral echt een bosbloemen. Die zijn vaak een week, als je geluk hebt, 2 weken houdbaar. En je betaalt er toch vaak een behoorlijk bedrag eigenlijk voor. Dus als je dan al planten in huis wilt, wat vaak wel aan te raden is omdat het wel gezelliger en gezonder is trouwens, kies dan voor planten die langere tijd kunnen staan, waar je ook misschien minder mee bezig bent. Dus al die dingen samen zijn weer dingen waar je, ja, kleinigheidjes waar je makkelijk op kunt besparen. En ik denk ook hier weer makkelijk 25 euro in de maand op kunt besparen zelfs. Dan zijn we aangekomen bij punt 8 en dat is abonnementen. Dat is al een onderwerp wat ik eerder in een video heb behandeld. Ik zal hem hier boven even linken en ook onder de video zal ik hem trouwens plaatsen. Want juist abonnementen is vaak voor veel Nederlanders, ja, een stille post eigenlijk die best wel veel geld kost. Want ik geloof dat een gemiddelde Nederlander 11 abonnementen heeft. Dus probeer in ieder geval het aantal abonnementen telkens te minimaliseren. En kijk wat je echt nodig hebt. Want het zijn op zich allemaal wel kleine bedragen. 10 euro hier voor Spotify of 12 euro voor Netflix of dat soort dingen. Maar als je het allemaal bij elkaar optelt, zit je vaak al meer dan 100 euro in de maand aan abonnementen. En zeker omdat het maandelijks terugkomt, ja, dan heb je in één keer wel een heel bedrag te pakken. Het gaat ook de andere kant op trouwens. Wanneer je dus ophoudt met een bepaald abonnement, laat zeggen 10 euro in de maand, dan is dat, die ene opzegging zorgt ervoor dat je elke maand 10 euro bespaart. En dat is dan al vrij snel 120 euro per jaar. Dus dan ga je juist de andere kant op denken. En dan is het op zich best wel een besparing. Nou, wat zijn nou voorbeelden van abonnementen? Bijvoorbeeld die ik niet heb, zijn kranten of tijdschriften. Maar denk ook bijvoorbeeld aan muziek. Zoals gezegd Spotify of dat soort dingen kan vaak ook gratis te luisteren zijn. Ja, je hebt dan wel wat reclame, maar ik heb het er wel voor over. Meestal luister ik toch trouwens naar de radio bijvoorbeeld. Maar ook een smartphone kan als abonnement gezien worden. Niet alleen het abonnement van het bellen en internetten, maar ook de telefoon die je dan op afbetaling doet. Nou, ik koop gewoon om de zoveel tijd een telefoon met geld dat ik al heb. Dan weet je in ieder geval wat je hebt. Je hebt ook echt elk jaar geen nieuwe smartphone nodig. Toevallig heb ik nou net de iPhone 11 besteld, maar dat was meer omdat ik een iPhone SE heb al meer dan 3 jaar, geloof ik nu. Ja, en ik zit eigenlijk op dat formaat te wachten. De geruchten gaan dat ze volgend jaar weer met een model komen, maar ja, die geruchten waren er dit jaar ook. En ik vind het nou echt wel een keer tijd voor vernieuwing. Zeker omdat ik er ook meer gebruik van wil gaan maken. Onder andere voor dit kanaal, dus meer met Facebook bezig zijn, Twitter, maar ook Instagram. En trouwens, alle links daarvan vind je ook weer onder deze video, mocht je me daar willen volgen. Dus zeker een smartphone kun je vaak al vrij snel veel geld op besparen. En natuurlijk heb ik dan wel een smartphone, maar daar heb ik gewoon een sim-only in. Ik heb echt niet zoveel data nodig en zeker niet zoveel minuten. Want de meeste plekken waar ik ben is gewoon wifi, dus ik maak gewoon daarvan gebruik. Dus voor 8 euro in de maand ben ik klaar daarmee. En ik maak dan wel gebruik van Netflix, kost me geloof ik 11, 12 euro. Maar dat doe ik dan weer niet alleen. Dat deel ik dan weer. Ten eerste met mijn vriendin, maar ook met het zusje en de thuis. Dus op die manier kun je zeg maar door 3 delen. En ben je toch voor een paar euro in de maand, heb je in ieder geval een abonnement. Dus kijk ook waar het mogelijk is om, als je een abonnement hebt, dit te delen met vrienden of mensen binnen je gezin. Nou, op al die manieren weer samen, denk ik vrij snel dat je wel makkelijk 25 euro ook hier in de maand kunt besparen. Dan zijn we aangekomen bij het ene laatste punt en dat is een nieuwe auto. Een auto is vaak ten eerste al een heel groot bedrag om aan te kopen, maar het zal ook vrij snel in waarde verminderen. Want waarschijnlijk als je de garage uitrijdt, zijn ze vaak al dat je wel 10% kwijt bent. En ongeveer na een jaar of 4 ben je al de helft van dit bedrag kwijt. Dus het is ook nog een activa wat heel snel waarde verliest. Nou heb ik 1 keer de fout gemaakt om een nieuwe auto te kopen toen ik 21 was. Inmiddels rijd ik al dus iets langer dan 10 jaar met die auto rond. Dus het steeds bevalt heel erg goed, alleen het is wel, denk ik, mijn grootste financiële fout geweest. Ik heb daar trouwens ook al eerder een video over gemaakt. Een auto van 50.000 euro toen, die uiteindelijk op lange termijn een impact heeft van 250.000 euro op mijn vermogen, hoe dat precies zit. Nou, dat leg ik al uit in die video, dus ga zeker die kijken als je daar meer over wilt weten. Dus een nieuwe auto kopen is zeker niet zo slim. Nou is een auto voor heel veel mensen belangrijk, niet alleen om van A naar B te rijden, maar ook als statussymbool. Daar heb ik het laatst nog over gehad in een video over, ja, hoe je mensen laten zien eigenlijk dat ze rijk zijn terwijl ze dat niet zijn. Nou, een auto is daar echt een perfect voorbeeld van. Wat je laat zien aan mensen die je niet kent, waar je eigenlijk niks mee hebt, laten zien wat voor auto je rijdt. Ik zelf vind ook een auto heel erg belangrijk, maar dat is meer omdat het een hobby is. Ik vind auto's interessant en ik kan er dus ook echt wel geld aan uitgeven. Alleen zal ik nooit meer geneigd zijn een nieuwe auto te kopen. Dat is al een groot verschil. Dus wanneer ik het doe,
koop dan een auto van een paar jaar, zodat zeg maar die 50% afschrijving al lang achter de rug hebben. En zoals gezegd, komt er misschien wel een moment dat ik een keer een nieuwe auto, voor mij een nieuwe auto ga kopen. En ik kan het dus ook echt wel uitgeven, maar dat heeft er ook meer mee te maken dat je niet alleen alles voor de lange termijn moet schuiven. Dat je alles tot aan je pensioen of tot je 50ste doet, maar zorg er ook voor dat je op dit moment geniet. Nou, een auto zou voor mij een van die dingen kunnen zijn. Zoals gezegd, het is een grote hobby van mij, ik vind het zeer interessant. Dus als ik dan ergens geld aan uitgeef, dan zou het waarschijnlijk wel een auto zijn. Maar doe het dan op de goede manier. Koop niet een nieuwe, maar een tweedehandse bijvoorbeeld. Nou, al die dingen samen denk ik al vrij snel dat je makkelijk 100 euro in de maand kunt besparen. En vaak nog wel meer, want als je een auto gaat leasen, dat soort dingen, ben je zeker wel meer dan dit bedrag kwijt. En daarmee zijn we aangekomen bij het laatste punt van deze video. En dat is financieel advies. En dat is eigenlijk wel logisch bij dit kanaal natuurlijk, dat ik geen geld ga uitgeven aan financieel advies. Want eigenlijk het hele kanaal is gebaseerd op advies, een beetje financieel advies, of in ieder geval hoe ik het doe. En ik denk ook zeker dat er veel mensen dit soort advies eigenlijk gratis uitdelen. Ik denk zeker niet dat het nodig is om ervoor te gaan betalen. Dit komt natuurlijk bijvoorbeeld doordat je het beste passief kunt beleggen. Dat is uit al heel veel onderzoeken gebleken. Dus beleg gewoon in ETF's en indexfondsen en doe het voor de lange termijn. Dan ben je daar weinig tijd mee kwijt. En het heeft op de lange termijn het meeste opbrengst. In ieder geval de laatste 50 jaar of zo. Dus het is eigenlijk ook gewoon gebleken dat het geen nut heeft. Dan wil ik niet zeggen dat het voor niemand nut heeft. Wanneer je nou in een hele moeilijke situatie zit. En je hebt bijvoorbeeld een scheiding. Of je hebt met schulden te maken. Dan zou het bijvoorbeeld wel nuttig kunnen zijn. Dat iemand echt specifiek naar jouw situatie gaat kijken. Maar als je gewoon schuldenvrij bent. Op je hypotheek na. En je hebt elke maand een klein beetje geld over wat je gaat beleggen. Dan heb je echt geen financieel advies nodig. Onderzoek gewoon zelf een beetje of ga gewoon passief beleggen in indexfondsen. Dat is vaak, zoals gezegd, de beste methode. En dus zeker heeft het geen zin om hier geld aan uit te geven. En zo zie je eigenlijk als je al die punten bij elkaar optelt, dat je al vrij snel 350 euro, in ieder geval ik, 350 euro zeker in de maand weet te besparen. En zoals gezegd gebruik ik dan juist dat geld om te gaan investeren voor mijn toekomst. Ik heb nog wel iets meer natuurlijk, maar dit zijn dingen die ik makkelijk had uit kunnen geven aan het ene. Maar dat doe ik niet. Daar kies je voor. En je hebt het ook echt niet nodig. Dat is in ieder geval mijn situatie. Jij bent misschien iets anders. Maar ik denk zeker dat je ergens op kunt besparen. Misschien niet op alle tiende punten. Maar misschien wel op een paar. Kijk gewoon wat voor impact dat heeft. Al is het maar 100 euro in de maand. Reken eens uit wat dat voor effect heeft. 100 euro in de maand voor de komende 30 jaar tegen een rendement van, laten we zeggen, 6,5%. Aangezien er waarschijnlijk nieuwe vermogensbelastingregels aankomen. Kijk eens wat voor impact dat heeft en wat voor bedrag je op die manier op kunt bouwen op deze manier. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Ik hoop dat je het leuk en interessant hebt gevonden. Nou, vond je dat nou? Geef dan even een duimpje omhoog. Vond je het wat minder? Laat in de reacties weten wat je goed of minder goed vond. Dan neem ik dat mee naar een volgende video. Alle links en informatie vind je trouwens ook onder deze video terug. Dus links naar bijvoorbeeld onze Discord chat om op te praten. Of links naar verschillende aanbieders om te gaan beleggen. Want stel je hebt geld over. Er zijn verschillende aanbieders waar je makkelijk en vaak ook nog wel kosteloos zelfs kunt beleggen. Die vind je allemaal onder deze video terug. En zoals gezegd maak ik elke week 2 video's. Die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus zijn dat onderwerpen die je leuk vindt, vergeet je dan niet om hier te abonneren. Klik op het belicoontje, dan krijg je altijd een melding als ik weer een nieuwe video online zet. En dan zie ik je graag in de volgende video weer terug.